Ze gaan beslag leggen op mijn spullen. Morgen is mijn huis leeg. Oh mijn god, ze nemen alles. Hi, ik ben Rosa. Daar ben ik weer met een nieuwe video. Als je al eerdere video's op dit kanaal hebt bekeken, dan weet je dat we het al uitgebreid hebben gehad over rekeningen en het handelen van rekeningen. Dus vandaag gaan we het hebben over mijn first time dat ik de rekeningen niet kon betalen. Ik kwam net terug van vakantie. Ik had al een tijdje de post niet bekeken, hè? Soms vergeet je dat. En ik maakte de brievenbus open en daar lag een envelop die er wel echt heel erg dreigend uitzag. Wat is dit? En in die brief stond eigenlijk dat ik een rekening niet had betaald. Dat ik de boete, dat ik daar al een boete over had gekregen en dat ik die niet had betaald. En als ik nou niet snel ging betalen, dan kwamen ze mijn huis leeghalen. Alle vakantie uitgerustheid was meteen weer weg, want dat was echt dikke paniek. Ik dacht echt, oh my god, hoe ga ik dit oplossen? Wat? Ze gaan beslag leggen op mijn spullen. Morgen is mijn huis leeg. Oh mijn god, ze nemen alles. Ze nemen alles mee. Ik had dus gekeken naar het bedrag met de boete en dat was een flink bedrag. Maar dat kon ik nog wel betalen. Dat was letterlijk alles wat ik op mijn rekening had. Wat ik heb gedaan is, dus ik heb meteen alles overgemaakt. Ik dacht, we moeten de schade zo snel mogelijk beperken. En het was al avond, dus ik dacht, nou ja, nu kan ik er niet echt meer wat aan doen. Maar de volgende ochtend heb ik dus eerst mijn moeder opgebeld. Ik zeg, mam, hè, ik kwam terug. Ik had de brievenbus al een tijdje niet opengemaakt. En ja, probleem. Dus nou, mijn moeder eerst boos. Maar daarna wilde ze wel eventjes meedenken. En toen zei ze van, joh, als er nou iets is, bel dan even die instantie waar je dat geld verschuldigd bent. En laat het vooral eventjes weten wat de situatie is. Dan willen ze vast wel met je meedenken. Dus bij deze ook een tip voor jullie. Bel even als er iets aan de hand is. Want dat helpt enorm. Die mensen zitten er ook om je te helpen. Dus nou, ik had de Belastingdienst opgebeld. En ik zeg ja, en het probleem, en boete, en rekening. Het bedrag was inmiddels zo erg opgelopen dat ik dacht van, waar haal ik al dit geld vandaan? Wat bleek nou? Ik was heel erg onder de veronderstelling dat ik die rekening had betaald. Maar het was dus een extra rekening. Dus ik had één rekening over het hoofd gezien. Die persoon aan de telefoon die wilde, was heel erg behulpzaam. En die wilde heel erg meedenken van, oh, wat is er aan de hand? Rustig aan, we gaan kijken wat we er hier aan kunnen doen. Nu, omdat ik had betaald, was er niks meer aan de hand. En dan kwamen ze echt niet morgenochtend mijn hele huis leegtrekken en mij op straat zetten. Ik was erg gerustgesteld. En toen was het eigenlijk opgelost. Dus dat was super fijn. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik bijvoorbeeld niet het geld had om de rekening te betalen. Soms gebeurt het wel eens, hè, biertje te veel op het terras en dan vergeet je dat je je zorgverzekering nog moet betalen of zo. Wat ik je dan aanraad om te doen is om meteen te bellen en dan kan je zeggen van, joh, ik heb het geld op deze datum niet, maar ik heb het geld de volgende week wel. Kunnen we misschien iets regelen? Dan is er altijd wel iemand die met je mee wil denken. Dus wat er gebeurt is, je kan bijvoorbeeld een betalingsregeling aangaan. Dan betaal je per maand een klein bedrag en dan is het niet zo'n heel groot bedrag ineens. Moet je wel zorgen dat je het geld dan hebt, want anders wordt het toch wel weer een probleem, als je begrijpt wat ik bedoel. Waar het eigenlijk op neerkomt is, probeer te communiceren. Dus bespreek het bijvoorbeeld eventjes thuis als het niet zo chill gaat. Of bespreek het met de instantie en dan valt er altijd wel iets te regelen. Dus wat kunnen we leren van mijn fouten die ik vandaag heb gedeeld met jullie? Check je brievenbus regelmatig en betaal je rekeningen zo snel mogelijk. Wat je ook kan doen is, je kan bij je bank alvast een betaling aangeven. Dat het dan een bepaalde datum van je rekening af wordt geschreven. Dan heb je het alvast ingepland. Ik denk dat dat hem voor vandaag wel is. Mocht je nog vragen hebben of dingen willen delen, laat het vooral achter in de comments. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!